Het is een vogel die je normaal gesproken niet in het wild ziet in Nederland, een gier. Iemand had hem gisteren gespot en de boswachters gewaarschuwd. Het gaat om een rupelschier. Die komen normaal gesproken alleen in Afrika voor, maar nu is de roofvogel ook te zien in de duinen in Zeeland. Normaal ken je de rupelschieren natuurlijk van de documentaires van Afrika met de leeuwen. En daar zitten ze om de karkassen heen en daar is, zeg maar, hoort hij, daar komt hij vandaan. De rupelschier leeft dus in het wild in Afrika. Als hij zijn vleugels uitslaat, is hij zo'n 2,5 meter breed. Een enorme vogel dus. Het is ook de vogel die het allerhoogst kan vliegen van allemaal, tot wel 11 kilometer hoog. De gier is een aaseter. Hij jaagt niet zelf op voedsel, maar eet dieren die al dood zijn. Maar deze gier is in Diergaarde Blijdorp geboren. Daar kon hij vorige week ontsnappen omdat het hek van zijn verblijf was beschadigd. Sindsdien is hij op verschillende plekken gespot. Gistermiddag zat hij in de duinen bij Burg Haamstede in Zeeland. De gier is niet gevaarlijk voor mensen, maar de dierentuin wil hem wel graag terug. Daarom probeerden medewerkers de vogel te vangen, maar dat lukte niet. Hij gaat vliegen. Het beest ging er vandoor. En de kans dat hij nog gevangen wordt... Ja, ik ben geen gierenvanger, maar ik heb het idee dat hij nu wel echt kwijt is. Dus de kansen zullen wel sterk afgenomen zijn. Hij is gaan vliegen en hij is nu zelfs zodanig gaan vliegen dat we niet eens meer weten waar hij is. Dus ik denk dat de kansen nu wel richting de nul gaan. De roofvogel zal dus nog wel even blijven rondvliegen in Nederland. Of hij zich kan redden in het wild, dat weten zijn verzorgers niet. Diergaarde Blijdorp hoopt dat hij honger krijgt en zelf terugkomt naar de dierentuin.